Welkom bij Topnames vanuit South by Southwest, Austin, Texas. Je hoort het op de achtergrond, het is een festival waar zowel muziek, je hoort op de achtergrond alleen muziek, maar er is hier zowel muziek als film, als interactive, nieuwe technologische ontwikkelingen. Kijk naar de site en je zult daar verschillende interviews doen die we hier doen. En de laatste is met jou, André Amaro. Welkom. Dank je. Heel veel mensen kennen jouw werk, bijvoorbeeld omdat ze festivals in Nederland bezoeken. En jij hebt zo'n mooie, een van jouw projecten is zo'n mooie kerk, zoals mensen hem onder meer van Lowlands kennen. Zo'n houten kerk. Meerdere festivals ben je in Nederland te zien geweest. Maar even in het algemeen, als jij je voorstelt aan mensen en je zegt wat je doet, wat doe je dan? Wat zeg je dan? Om een lang verhaal kort te maken, noem ik mezelf een idioot. Ik verkoop ideeën aan bedrijven, culturele organisaties, festivals, merken. Ik maak ideeën. Dat is het eigenlijk mee. Ja, en Erwin noemde net één idee. Een kerk die opgebouwd kan worden op elke locatie. Noem nog eens één of twee ideeën. Dat kan van alles zijn. Wij hebben, nou echt net, dat is net vers. We wilden een olijvenbedrijf kopen, hadden we het geld niet. We dachten, we gaan kijken of iedereen een olijfboom kan laten adopteren. Zodat die boom, dus de olijfolie die jij op tafel hebt, is niet van die boom of van al die bomen samen. Nee, het is van jouw boom. Boom. Ja, en dat gaat viral. En, daarvan heb je een olijvenfarm in Portugal kunnen kopen. Ja, recht voor mijn studio. Ja. Maar daarom jouw studio, want je liet ons net het boek zien van het werk. Ja. Je liet de muziekstudio zien, je bent hier en dan maak je zeefdruk of je maakt hier t-shirts, kunst. Ik ken jou als kok, backstage op de festivals. Ja. Dus jouw terrein is wel vrij breed, hè? Ja, wij maken van, iedereen denkt dat ik het ben, maar we hebben alles bij elkaar. Je ziet de mensen van het restaurant, de concertzaal in Eindhoven en de studio's. Meer dan 60, 70 mensen zijn erbij betrokken, groot deel in vaste dienst. En ik ben een beetje de creatief directeur, zo wil ik niet genoemd worden, maar ik ben wel de aanjager. Net zoals zo'n tent, dan kom ik op kantoor en dan kom ik net terug uit New Orleans na de orkaan Katrina, waar ik geholpen heb. En dan heb ik zo'n kerk gezien en ik zeg, ik wil een nieuw tent bouwen. Ik wil geen tenten meer huren van plastic in Nederland. Yeah. Ik wil een echte mooie houten tent. Ik wil een kerk kopiëren die ik gezien heb in New Orleans en die gaat Katrina heten. Yep. En dan slaan we de hand ineen met brandwacht, met Ernst Sluimer. Dat is onze grote genius van de tenten. Yep. En verbouwen dat ding. En dat doe je dan gewoon? En die blijk je dan te kunnen verhuren op allerlei locaties? Ja, dus eerst krijg ik natuurlijk weerstand van mijn financieel directeur. Altijd. Zo hoort het ook. En zo hoort dat. En dan eerst is het mijn kerk en na een jaar is het onze kerk natuurlijk. Ja, wat doe jij dan hier? Wat brengt jou naar Austin? Wat ik hier in Austin doe is, ik kom mijn vrienden helpen. Daar is het eigenlijk. Ik wil niks verkopen, ik wil geen visitekaartjes uitdelen. Oké, wie zijn je vrienden en wat mijn doen ze? Mijn vrienden zijn Arne van Link. Ja. Dat is natuurlijk Danny van de Enterprise Summit, Attila, gewoon de mensen die de New Dutch Wave neerzetten voor Nederland. Ja. Dus ze vragen mij, ik ben eigenlijk een beetje een soort de kleurrijke stoorzender hier. Ja. Dus zoals ik al zei over die visitekaarten, ik doe niet mee aan die lawine, ik heb ze niet eens. Ik zeg altijd, als je oprecht geïnteresseerd bent in het vinden van iemand, ik ben maar 1,60 meter, maar je zult mij vinden. Ja. Ja. Dus ik probeer eigenlijk gewoon ook kunstenaars uit te nodigen en te connecten. Dus New Dutch Wave wil heel graag Dave Huggins meenemen met Precious Plastic, een heel bijzonder project. Ja. Maar hoe gaan we dat tastbaar maken aan het publiek hier? Nou, en dan, daar word ik dan weer van ingevlogen om dan met de techniek die zij maken, in plaats van alleen iets te maken waar mensen naar kijken, iets maken waar mensen aan kunnen participeren, maken. Ja, ik ben gewoon een maker. Dat is het eigenlijk. Ja, maar je bent maker, maar goed, je bent iemand met hele creatieve ideeën die ze ook nog eens een keer kan maken en ze ook nog eens een keer kan verkopen. Ja. Het is wel een bijzonder rijtje, hè? Want er zijn veel mensen met ideeën. Ja. Maar eigenlijk is het ook, ik kan niks goeds. Ik kan alles een klein beetje. En als ik echt iets goeds wil, dan heb ik altijd iemand naast me die een technoot, als het ware. Ja. Ik wil ook niks helemaal goeds kunnen. Ik wil gewoon van alles een beetje weten. En ik wil me gewoon kunnen verplaatsen in jou. Dus jij komt, weet ik veel, op Lowlands, bij mij backstage.
wat wil ik aantreffen als gast van Lowlands? En ik probeer me gewoon te verplaatsen in degene die mijn surfplank koopt, of die mijn keramiek koopt, of die mijn t-shirts koopt, of die mijn diners koopt. Ja, het lijkt zo voor de hand liggend. Je verplaatsen in de klant, de eindgebruiker, in technologie. Maar het is nog heel erg moeilijk, hè, voor heel veel bedrijven. Ja, nou ja, kijk, je hebt natuurlijk heel veel, ja, hoe moet ik het zeggen, digitale gebakken lucht. Ja. Je hebt heel veel dingen die niet tastbaar zijn voor de gewone man. Hè? Dus je kunt met een heel verhaal komen over big data, hè? Ik noem maar eens wat. En voor de meeste mensen, ja, die kunnen de toepasbaarheid daarvan op de markt, ja, dan kunnen ze zich niet voor de geest houden. Dus jij wel. En de meeste mensen die hier zijn ook wel. Maar die honderdduizenden mensen die gewoon een kaartje komen om gewoon hier te komen, niet. Ja, hey, dit soort onderwerpen komen hier op South by Southwest overal terug. Ja. Haal jij hier ook nou weer inspiratie op voor toekomstige projecten? Nou, niet per se inspiratie, maar wel vraagstukken. Dus even de dingen waar ik bij... Noem er eens een paar. AI, Artificial Intelligence. Ja. Niemand ziet het aankomen, het is volop gaand, maar er is totaal geen wetgeving. Nee. En dat vind ik wel een... Alles mag hier. Ik vind het een bizarre ontwikkeling. Ik weet dat Elon Musk een bedrijf heeft puur alleen maar bezig met Artificial Intelligence. En die man zelf zegt van, ja, wij bedenken dingen die wij niet eens op de markt mogen gooien, want die zijn gewoon gevaarlijk. Ja. Als het gaat om bijvoorbeeld media, pers, is één druk op de knop en de machine die maakt een persbericht die perfect is, maar die totaal niet volgens de waarheid is. En dat is gevaarlijk. Kijk maar naar de verkiezingen met dit land. Ja. Dus onder andere. Maar ook gewoon de wat je hier heel erg ziet, voornamelijk als je het over tech hebt, is de makkelijkheid. De wereld is natuurlijk veel kleiner geworden de afgelopen 20 jaar door het web. Maar hier besef je nog veel meer dat de wereld nog veel kleiner is. Snap je? Dus vroeger hadden we 8 vergaderingen nodig om een samenwerking te vinden. En nu hebben we gewoon 1 avondje nodig. En we hebben een samenwerking op tafel. En dat komt echt door de nieuwe technologie. En doordat we gewoon heel erg to the point. Ja, je moet hier gewoon to the point. Want je wil gewoon 100 mensen spreken in 3 dagen tijd. Dus je kunt niet... Ja, je kunt niet over voetbal gaan praten. Ja, je hebt geen tijd, efficiënt. Ja, je wil gewoon bam, bam, bam. Ik wil weer terug. Dus ik wil jou laten weten wat ik maak. En of je daarin geïnteresseerd bent. Of wij een samenwerking kunnen opzetten. Dus ik wil hier niks verkopen. Niks. Nee, dat is wel mooi, hè? Want samenwerking heb je nu al een paar keer gezegd. Hè? Dat is heel belangrijk voor jou. Ja. Je bent een creatieve man. Vertel daar eens over, hoe sta jij erin? Want je bent geen... Je noemt jezelf geen kunstenaar. De meeste kunstenaars zijn namelijk meer vanuit zichzelf bezig dan vanuit hun publiek. Nee. Hoe realiseer jij je projecten? Zoals ik al zei, ik ben gewoon eigenlijk een soort charlatan. Dat is gewoon een creatief directeur. Dus ik bind de verschillende lijnen aan elkaar van verschillende talenten op het juiste moment, op de juiste plek. En ik geef een klein duwtje naar links of naar rechts. Ik probeer eigenlijk, zeg maar, wat de klant, wat het publiek. Ik probeer me gewoon in het publiek te verplaatsen. Ja, en dan zoek je daar de mensen bij. En dan zoek ik de juiste. En je maakt de verbinding. Ja, ik moet ervoor zorgen dat de chemie klopt. Ik moet ervoor zorgen dat het aangejaagd wordt. Dat de mensen enthousiast worden. Dat er geen gebakken lucht verkocht wordt. En dat is gewoon heel belangrijk. Dat is gewoon mijn taak. Dat is eigenlijk veel meer een katalysator. Aanjagen. Ja, startmotor. Ja. Of een idioot. Ja, een idioot. Dat is het gewoon. Ja. Hoe ben je dit geworden? Op welke school heb je gezeten? Ik ben op de dag dat ik 18 werd, 13 september, van school afgegaan. Ik ben van school afgegaan en ik ben gaan fotograferen. Zeefdrukken, interieurs maken, lassen, muziek maken, dj'en, bierbrouwen. Ga zo maar door. Ja. Zit er een grens aan wat je... Zijn er wat momenten op geweest dat je gedacht hebt, ik moet me focussen? Nee, totaal niet. Zo min mogelijk focus. Nee, daar hebben we andere mensen voor. Daar heb ik andere mensen voor die gefocust zijn. Ja. Ik wil niet gefocust zijn. Ik wil prikkels. En wel kunnen sorteren en filteren wat je onzin vindt. Of gewoon bullshit, gewoon uit de weg gaan. Daar heb ik geen tijd voor. Ja, wanneer ga je terug? Morgenochtend. Als je morgen in het vliegtuig zit en je denkt even terug aan de dagen in Austin. Wanneer ben je dan tevreden? Ja,
Ben je dan tevreden? Nee, je bent nooit tevreden. Wat had je willen bereiken toen je... Hier specifiek willen bereiken is dit gewoon van enigszins van kleur voorzien en een zekere dynamiek. Dus we kunnen hier bij elkaar komen en een borrel pakken en een barbecue. Maar je kunt ook gewoon kleren maken, zeefdrukken, plastic smelten, shredden. De mensen vertellen wat je drive is, je bezieling, je begeistering. En dat is heel belangrijk. Ik hoef niet het product te verkopen, wil ik niet. We hebben een truck zat. Ja, dat is zo. Ik wil gewoon een vibe. Ik wil gewoon dat je binnenkomt als een koude kikker met de kruiwagen, iPads en visitekaarten. En dat je weggaat en dat je niet zo doet, maar mij gewoon een knuffel geeft. Omdat ons gesprek gewoon jou geraakt heeft. Of geïnspireerd heeft. Mooi, dat is wat ik wil. En dan ben ik tevreden. Maar in principe ben ik nooit tevreden. Dat is ook wel vervelend, toch? Nee, dat is voeding voor een creatieveling om alsmaar te blijven. Het is hoogstens vermoeiend. Het is, vermoeiend, maar ook wel lekker. Het is net zoals de marathon. Het zijn mensen die gewoon verslaafd worden aan de marathon, aan de atletiek. Daar heb ik helemaal niet. Ik heb een hekel aan sport. Maar het is wel dezelfde soort drive, zeg maar, denk ik. Ja. Super man. Mooi verhaal. Heel erg bedankt en we gaan je weer op het tal van... Volgend jaar weer? Jazeker. Oké, en dan spreken we je in ieder geval hier en anders in Portugal. Oké. Jullie bedankt voor het kijken. 3 uitzendingen vanuit Austin, South by Southwest. Onze 12e ongeveer. Wij zijn er zeker volgend jaar weer bij. Ja, we blijven nu. Nu begint het ook pas eigenlijk met muziek. Ik hou van het interactief, maar muziek is misschien wel meer. Dank jullie wel. Dank. Ja. 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 Ja